Heel goed avond Twitter ook voor de vaccinatie van kinderen, maar nog veel twijfels bij ouders. Kan vaccinoloog Pierre Van Damme die wegnemen? Racisme bij voetbalsupporters. Hoe krijg je dat het stadion uit? Daarover hebben we het met Paul Beloy, gewezen voetballer. Hij schreef vijf jaar geleden al het boek Vuile Zwarten. Stubru speelt op Oudjaar Traditie de tijdloze, de 100 beste platen aller tijden. Maar, en dat is een primeur, dit jaar doen ze dat ook op Canvas. Met Michel Cuvelier in de hoofdrol. Spannend? Waanzinnig spannend. Ja. ja, en ga je 100 platen in drie, drie afleveringen laten horen? Uh, ik zou het willen doen, mocht het kunnen. Het is eigenlijk een spin-off van uh, de 100 platen op de radio, mm -hmm. maar we gaan het sowieso over heel erg veel muziek hebben. Helemaal nieuw. Ben benieuwd. Iedereen welkom hier aan tafel. En ook u thuis bij de afspraak. Pierre van Damme, u zit in de Hoge Gezondheidsraad en in de Taskforce Vaccinatie. Dus u hebt mee de ministers van Volksgezondheid geadviseerd. Kan u nog buiten komen zonder dat iemand u, u vraagt hoe het zit met die vaccinatie van kinderen? Uh, moeilijk. Ja, veel vragen? <laughs> Eigenlijk wel, ja. Via mail, via op straat, uh, constant op de campus van de universiteit. Ja. En uh, mensen zijn er enorm veel mee bezig. Of dat het nu gaat over de kindervaccinatie of de boostervaccinatie, men wil meer informatie. Maar toch bij die kinderen vooral ook. Was het een unanieme beslissing of was er toch ook discussie, twijfel? Uh, wel, er zijn twee werkvergaderingen ver eraan vooraf gegaan om het eigenlijk goed voor te bereiden, uh, wetenschappelijk gezien. Er is ook een advies van het bioethisch comité, mm -hmm. niet onbelangrijk. En het is toch opvallend dat die twee adviezen zeer dicht bij elkaar liggen. Ik denk dat de bedoeling was vooral van, van goed werk te leveren en van de politiek, ja, de informatie te geven die ze nodig hebben om dan uh, de beslissing te nemen. En er was geen enkele minister die zei, hola hola, gaan we niet te snel? Ik moet zeggen dat dat bijzonder vlot verliep deze ochtend. Het zijn er negen, hè, ministers van Volksgezondheid. Dus... Ja, maar we zitten natuurlijk in een situatie nog altijd van pandemie. Uh, men heeft de cijfers kunnen bekijken, men heeft de argumenten kunnen aanhoren. En ja, dat ben is ja. niet mee overtuigd. Om het duidelijk te maken: kinderen krijgen twee prikken Pfizer, geen volledige dosis, maar een derde, met drie weken tussen. Klopt. Ja, het is een kindervaccin gemaakt eigenlijk op maat van de kinderen, ook getest in die dosis, uh, met de bedoeling van dat dan te gaan gebruiken in die leeftijdsgroep. Zo is het ook bij ons begonnen. Eerst twee, mm -hmm. en dan kwam de boosterprik. Bij kinderen is daar nog geen advies over, maar dat betekent van het EMA. Hè? Maar dat betekent dat het ook nog kan dat kinderen na vier maanden een boosterprik nodig hebben. Dat kan. Inderdaad, zoals dat ook eventueel kan bij onze pubers, onze adolescenten tussen 12 en 17, hebben we ook twee vaccins gekregen en ook daar is er nog helemaal geen advies om die een derde. Vaccinatie te geven, een boostervaccinatie. Uh, ik zou zeggen, de kans bestaat dat dat daar eerst zal moeten gebeuren, want die hebben misschien een onvolledig vaccinatieschema gehad. En we zien toch dat we nu aan het vervolledigen zijn om, uh, ja, om ons zo goed mogelijk klaar te houden voor onder andere Delta, maar zeker ook voor Omicron. Dus er wordt nu nagedacht over de boosterprik voor pubers. En dan nu al of later ook over een boosterprik voor kinderen? Ik denk dat het belangrijk is dat we inderdaad planmatig te werk gaan. En dat documenteren dat de bedrijven zo'n studies opzetten. Dat Europa ook zo'n studies vraagt om dan op tijd een advies te kunnen geven. Want wat wij ook niet wisten toen we er allemaal aan begonnen was hoe lang het zou werken. Dat klopt. En ik denk dat de en mensen we dat moeten beseffen al? dat ja. bij andere vaccins, wat doe je dan? Ja, dan heb je tijd. Dan zit je niet in een pandemie. Dan heb je rustig de tijd om te kijken van wat is nu het ideale schema. En we hebben dat gedaan voor hepatitis B, we hebben dat gedaan voor het humaan papillomavirus. En toen wisten ze, oh, dat is een 016 of een 0,2 maanden, zes maanden schema. En dan breng je dat op de markt. Ondertussen kan je nog andere studies doen rond een schema, maar dan weet je van in dit schema geeft dat dit soort van resultaten. Bij een pandemie zeg je van ik heb iets dat veilig is, ik heb iets dat werkt, maar ik weet inderdaad niet hoe lang het werkt, maar ik ga het op de markt brengen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te beschermen. Melspuren. Zo hebben we het ook gedaan, ik denk dat dat heel verdedigbaar is, maar ondertussen moet je dan leren. Dat Wat inzicht, is het ideale ja, Maar Dat inzicht hebben we nu inderdaad. Het Pfizer-vaccin werkt zes maanden. De werking begint af te nemen na een periode van vijf, zes maanden. En we ja. zien dat eerst bij de immuunzwakkeren en bij de ouderen. Bij kinderen gaat dat ook dan, maar vijf, zes maanden werken? Dat weten we niet, omdat die immuniteit krachtiger is. Ook onze pubers hebben een krachtigere immuniteit. kan zijn dat die een immuniteit hebben die misschien wel dat zeven, acht, negen ja. maanden aanhoudt. Maar wat we vooral weten is dat de immuniteit ondertussen aan het rijpen geweest is. Dat is een heel logisch proces. En met die extra dosis, wat doe je dan? Je gaat eigenlijk genieten van die immuniteit die gerijpt is om dan net te investeren in geheugenimmuniteit en in een sterkere immuniteit. Dat is eigenlijk de bedoeling van die extra dosis. U hebt kleinkinderen, meneer Beloy? Ik heb er drie. Ja, en ze, er zitten er in de leeftijdscategorie 5 tot 11? Ik heb er twee: mm -hmm. en vee en Lou. V11, Lou 8. En? Dus, uh, wat denkt u? Ik, ik denk dat V. Uh, ik heb daar met haar over gesproken en die ziet dat wel zitten. Die, die heeft daar volgens mij niet zo heel veel problemen mee. Lou, die beseft het nog niet. Die beseft niet goed wat, wat dat wil zeggen. En, uh, enzovoort. Dat is nog, die is nog iets te speels ervoor. En uw dochter, want de kinderen zijn van uw uh, dochter. Van mijn dochter. Ja, wat zegt zij? Sarah die gaat dus effectief volgens mij zonder uh, twijfelen de kinderen uh, een spuitje laten zetten. Die is, overtuigd. die is overtuigd. Er zijn wel twijfels. Een van de twijfels die ik hoor: is het wel nodig? Zijn we niet met een kanon op, het, op een mug aan het schieten door de kinderen te vaccineren? Wel, enerzijds, en, en dat is ook zo: die uh, infectieziekte gaat de kinderen eigenlijk niet zware ziek maken. Dat is een. Feit. Mm. dat moet je ook eerlijk toegeven naar de ouders toe. En ik snap dat de ouders inderdaad dat ook heel duidelijk wilden weten van waarom doen we het dan? Uh, waarom zijn we onze pubers gaan vaccineren? We hebben een beetje diezelfde discussie gehad toen was dat ook van ja, volwassenen dat is toch genoeg? Hè? Waarom moeten we nu zakken onder die leeftijd? Uh, onze pubers worden daar ook niet zwaar ziek van. Uh, waarom moeten we het dan doen? Eigenlijk is dat een déjà vu, want we krijgen diezelfde discussie nu ook. Toen hebben we ja, maar... gezegd van wij willen de circulatie van het virus. In die scholen, in die gemeenschap van die jongeren tussen 12 en 17, proberen onder controle te krijgen. We hebben dat ook gedaan. Die zijn voor een groot stuk gevaccineerd geweest in augustus en september. En wat zien we? Die scholen zijn eigenlijk relatief goed opengebleven. De klassen zijn minder... opengebleven. En je hebt in totaal, als je kijkt naar de incidentie trouwens in die leeftijdsgroep, die ligt net iets onder of gelijkaardig aan wat er gebeurt in de samenleving. Nu gaan we de wel de naar 5 tot 11. Dat is wel een. Klopt. jongere groep, hè? En wat we dan zagen, onder andere vanaf oktober, november, een ongelofelijke circulatie van het virus in die jongere groep. Dat weten de ouders maar al te goed. Ze hebben daar ook de gevolgen van gedragen. De kinderen hebben daar ook de gevolgen van gedragen. Dus wat is het doel? Het doel is eigenlijk vooral zorgen. En dat is de reden waarom dat we vinden dat het noodzakelijk is om die kinderen te vaccineren. Is zorgen dat die terug een normaal schoolleven hebben. Een normaal naschoolsleven met activiteiten. Dat is het doel. Maar de, er is meer circulatie geweest bij die kinderen. Dus die zijn besmet geweest, vaak zonder veel gevolgen. Dus die zijn van zichzelf ook sterker. Dat klopt. En waarschijnlijk we schat dat 50 à 70 procent van die kinderen inderdaad COVID-19 hebben doorgemaakt. 50 met... tot 70 procent? Ja, dat, dat is een schatting. Dat is veel. Gemiddeld over Europa en voor België zeggen we minstens 50 procent. Is dat goed? Wel, ik zou zeggen, bon, als dat zonder te veel kleerscheuren gebeurt, is zoveel te beter. Maar wat zien we nu, vooral uit een aantal Engelse studies, maar ook Zuid-Afrikaanse studies, dit beschermt niet tegen Omicron. Dat is het vervelende. Dus dit geeft onvoldoende kruisbescherming tegen de volgende variant. Ja. Dus die mensen worden terugziek, al hebben ze het al doorgemaakt. Wat zien we ook, dat als deze mensen die het hebben doorgemaakt een vaccin krijgen, en is een volledig vaccinatieschema, dat dat hen ongelooflijk immuun maakt. Tegen Omicron. Tegen dus dat zien we vanuit Zuid-Afrikaanse data, ja. dat zien we nu ook bij Engelse data. We zien dat ook, want dat is een beetje hetzelfde als een basisvaccinatie, plus een booster. Geeft ook een dam tegen Omicron. Dus op die is... manier is het de bedoeling ja. van toch, met de vaccinatie van die kinderen zeker degenen die het dan al hebben doorgemaakt, dat dat een stukje dam vormt ook tegen de circulatie van het virus op die jonge leeftijd. Het vreemde vind ik, tegelijkertijd hoor je experten zeggen we kennen nog zo weinig van Omicron. en anderzijds weet u al, nu al, dat dat vaccin gaat wapenen tegen Omicron, Terwijl we het, de variant ik nog zeg, niet kennen. Op basis van wat we zien in die... Gegevens vanuit Zuid-Afrika en ook de gegevens vanuit Engeland. Dus we, ik zou dan zeggen, dag in dag uit worden we op de hoogte gehouden door onze collega's. Daar hebben we natuurlijk heel wat overleg. Ook om te begrijpen wat er aan het gebeuren is in Zuid-Afrika. En bijvoorbeeld in Engeland. We zien ook een aantal bizarre zaken. Zuid-Afrika zegt van Omicron interesseert zich enorm veel aan de kinderen. We zien daar een hogere hospitalisatie bij de kinderen als gevolg van Omicron. Dit zien we helemaal niet in de Deense cijfers. Dus het is heel belangrijk om constant te kijken van wat komt er hier op ons af? Hoe kunnen we vergelijken? We gaan ervan uit dat de situatie in Denemarken een beetje dichter ligt bij ons bij de dan de Zuid-Afrikaanse ja. situatie epidemiologisch gezien. Dus het is wel belangrijk om dat op te volgen. Maar zullen gevaccineerde kinderen het virus niet meer doorgeven? Dat weten we niet. Anderzijds, hoe sterker de immuniteit van die kinderen? En dat weten we wel, en dat zien we met andere uh, varianten, dat die besmettelijkheid beperkt blijft. Dus men ziet dat de virale lading sneller afneemt bij iemand die gevaccineerd is dan iemand die niet gevaccineerd is. Dus maar we, we hopen geen dat dat ook het geval is met ja, Omicron. Maar ja. geen garantie dat ze het niet Er meer blijven nog vraagtekens daar rond. Ja. Omicron, daarvan verwacht men ook dat die besmettelijkheid is veel groter. Dus we gaan veel meer incidentie hebben. Ja? Als kinderen het dan toch blijven doorgeven, wat vind je dan? Wel voor een stuk ga je nu vooral zorgen, en dat is een beetje het effect geweest ook van die vaccinatie bij de adolescenten, dat je de circulatie toch naar beneden brengt. Als je, je besmettelijkheid kunt beperken in tijd, dat je minder lang besmettelijk bent, dat de virale lading ook naar beneden gaat, dan gaat dat wel een effect hebben op de circulatie ja. ook. Dus dat is wel de bedoeling. Nu de reden of een van het draagvlak voor de vaccinatie was de druk op de zorg verlichten, ja? En de coronapas. Geef toe. Het was een manier om een coronapas te hebben. Bij kinderen komt er geen coronapas. Nee. nee. En de druk op de zorg. Ik heb altijd horen zeggen. Het is eigenlijk vooral de niet-gevaccineerden. die voor de druk op de zorg hebben gezorgd. Want de helft van de mensen op uh, intensieve zorg. waren niet-gevaccineerden. Is het dan niet belangrijker om eerst op de niet-gevaccineerden te werken? Wel. De de, 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 ik zou zeggen, de aanbeveling van de Hoge Zondheidsraad wijst daar ook op, en je ziet dat ook in andere landen. Van, dit is niet alleen een focus op de kinderen. Hè. Dit staat niet los van wat wij allemaal moeten doen. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid nemen, ook die volwassenen. Dat betekent hoe belangrijk het ook is nu om elke volwassene die nog zijn eerste en tweede dosis moet krijgen, dat staat eigenlijk vooraan in de aanbeveling. Dat is waar, maar het zou een beetje kunnen begrepen worden als. Die strijd geven we op. Nu kiezen we voor die makkelijke groep die we makkelijker uh, te pakken krijgen, de kinderen. Ik denk dat dat ook hier weer een en-verhaal -en is. Dus de maatschappij, de hele samenleving gaat daar zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dat kan je niet gaan doorschuiven of afschuiven op de jongeren. Mm -hmm. We gaan dat inderdaad moeten opnemen zoals dat we eigenlijk bezig zijn. Ik denk dat de inspanningen om die volwassenen nog altijd te blijven overtuigen dat die uh, elke dag gevoerd wordt. Uh, het zij in de grootsteden, het zij. Daarbuiten, uh, ja, dit ja. is een, een mega inspanning. We zien de percentages misschien minder snel toenemen, maar ze nemen nog altijd toe. En ga je met het vaccineren van kinderen winst in de zorg hebben? Met het minder vaccineren van kinderen, dat heeft het European Centers for Disease Control uh, Instituut uh, berekend, ga je als een consequentie effect hebben op inderdaad de verdere transmissie in de samenleving? En ga je een stuk daling krijgen van je reproductiecijfer? Dat klopt, omdat we weten dat die inderdaad virus verspreiden in de samenleving. Dus het heeft een effect op de hele samenleving. Maar dat neemt niet weg dat de hele samenleving ook een hele grote verantwoordelijkheid heeft naar die kinderen toe en naar elkaar toe. Michel, jij hebt er nog geen? Nee, 29. Nee, ja, wel geboosterd vandaag. dus... Dankzij Brussel. Dankzij ja. Brussel, effectief Gisteren maar, gereserveerd, vandaag kon ik gaan. Ja. Stel dat je al kinderen zou hebben in die leeftijdsgroep. Hmm. Interessante theoretische oefening. Of hoor je collega's uh, erover praten? Ja, absoluut. En schoonfamilie. Uh, het leeft enorm. Hè. Ik heb uh, uh, via mijn schoonfamilie zes spruiten tussen de nul en de vier. Dus die komen nog niet in aanmerking, nee. maar er wordt wel over gepraat. Nu, um, het is die Omicron die het hem doet... Denk ik voor een heel groot stukje. Hè. Ik heb zelf een lief gehad die de alfa en de Delta heeft gehad, uh, op minder dan tien maanden tijd. Dus dan zie je wel de impact van uh, een nieuwe variant. En dan is de keuze snel gemaakt. Dus goed voor de Ja, en wat ik hier hoor, vind ik toch wel heel belangrijk. Dat is de kinderen bij het gesprek betrekken. Mm. Uh, je kan dat heel goed doen, denk ik. Ik denk dat ook. Uh, heel wat programma's aangepast zijn om dit over te brengen van hoe leg je dat uit aan kinderen. De ouders daar een stukje begeleiding in krijgen. Uh, en als er vragen zijn, hebben we de eerste lijn. Ik vind de huisarts, de pediater, de apotheker, uh, die staan klaar. Die zijn we ook aan het informeren, zodanig dat de mensen echt op een goede manier een beslissing kunnen nemen. En die tijd moeten de mensen ook krijgen. Ik vind dat ook heel belangrijk. Van, er is wel natuurlijk wat druk door de hele pandemie, maar anderzijds moet je daar mm -hmm. toch eens rustig met het gezin over kunnen praten. Maar u gaat vanavond nog webinar. een webinar naar geven voor huisartsen. Voelt u toch ook bij huisartsen meer twijfels nu dan bij de vaccinatie voor volwassenen of voor pubers? Ik vind het bijna vergelijkbaar met de periode toen we ja, die eerste vaccins uh, voor de volwassenen hadden. Dus, uh, dus we toe. krijgen terug ja. vragen die heel logisch zijn, uh, en dat betekent dat we dus echt moeten inzetten op communicatie en informatie van wat is er geweten over dat kindervaccin, zoals er vroeger was, wat is er geweten van dit volwassen vaccin. Mm -hmm. Dus we moeten die inspanning leveren naar die eerste lijn. Die werkt, dat weten we dag en nacht. Dus die heeft ook geen tijd om rustig een aantal publicaties te lezen en daar rustig over na nee, te denken. Wij al... moeten hen helpen en ondersteunen. Die hebben alle golven meegemaakt, dus die hebben ook het effect gezien van de. En nu komen die toch terug ook bij hun twijfels van. Geen twijfels, vooral die vraag die u in het begin stelde van waarom is dit nodig? He? Waarom moeten we de kinderen vaccineren? Uh, ja, gaan we het op een andere manier kunnen doen? Uh, ik denk dat dat ook heel logische vragen zijn vanuit het terrein. Dat zijn ook de vragen die zij krijgen van de ouders. De ouders. En ze willen die ja? dan beantwoord zien. Klein vraagje. Kerst. <laughs> ja, sorry. Ik dat heb een grote grote vraag. Vraag. Ik heb nu ja. de kans. Ja. Uh, mijn broer, zijn dochter woont in Londen. Uh -huh. Kan zij afkomen? Moet ik schrik hebben als dat zij afkomt of niet? Wat ik zal u zeggen: wat, de meeste gezinnen, of wat wij aan de meeste ja. gezinnen vertellen, is: viert het in gezinsverband. Ja. Maximum twee gezinnen. Maar wat wij gedaan hebben, is bijvoorbeeld om het weekend een ander kerstfeest. Om het in kleine groepen te doen, spreiden. Uh, je, spreid, je, je gaat je contacten eigenlijk beperken. En dat is een beetje het algemeen advies momenteel. Dat is, beperk je aantal contacten de volgende want, weken. Ja, want uh, vrienden, vrienden van ons, die mogen niet naar uh, Manchester. Naar hun dochter. Ah ja, mag Engeland ja. dan naar dus, hier komen? Dus, ja. Dus, ja. Ah, nee, dus uh, vrienden van ons, die dochter ja. is op haar in uh, Manchester. En die mag niet... De ouders mogen niet gaan. Ja, je ziet, elk land heeft ja, een eigen maar het beleid. eigen regels. Wel ja. mogelijk, eigen regels. Uh, ik zou zeggen, en... als de kans zich aandient en het lukt en jullie staan daarachter, dan kan je nog altijd zeggen: Oké, okay, we gaan een zelftest doen, liefst een uur hmm. voordat je bij elkaar komt. Die zelftest op de juiste temperatuur doen. Dat ja. hebben we vandaag gehoord, ook heel belangrijk. Ja, ja. verhaal, dan... inderdaad. Ja. Ja. Herman Kohlsvens doet een zelftest buiten. Op acht graden. Op acht graden zijn een aantal mensen uh, zwak positief. Ja. Hij doet die opnieuw binnen en de test is negatief. En dat, daar is onderzoek rond geweest. En dat geldt niet voor alle soorten van zelftesten. Maar er zijn zelftesten die blijkbaar zeer gevoelig zijn aan de temperatuur waarop ze bewaard geweest zijn en waarop dat ze uitgevoerd zijn. Dus duidelijkheid is de binnentemperatuur die telt? De kamertemperatuur ja, is het ja, beste. Ja. Ja. Dus, dus je uh, moet ook hem... niet bewaren in de koelkast thuis. Ja. Nee. Maar dus echt ja. puur op kamertemperatuur okay. is belangrijk. Ja. ja. We <laughs> hebben een goede raad alweer gekregen. Dankjewel, Pierre Van Damme. Voetbal dan. Het was alweer geen feest gisteren. Toch niet voor Vincent Company. De wedstrijd eindigde op gelijkspel, maar het voetbal was de verliezer. Ik, ik, ik ga sowieso naar huis uh, gedegouteerd en, en teleurgesteld. Uh. Ik bedoel, um, ik ga het ook heel kort hadden mijn, mijn, mijn stafspelers en mezelf. We zijn uh, de hele wedstrijd lang uitgescholden geweest. Bruine aap en wat dan ook. En, en ja, dat zijn dingen. Um, ja ik, ik heb het er moeilijk mee. Paul Beloy, je hebt in de jaren 70 en 80 gespeeld bij KW Mechelen, bij Lier, Beerschot, Beerschot, Lierse. Wat dacht u toen u Vensal Company hoorde? Ik zag een film die, die teruggedraaid werd en ik zag weer hetzelfde. Ik, uh, ik zag niks, ik hoorde niks, niets nieuws. Uh -huh. Spijtig genoeg. Spijtig genoeg, ja. Het is uh, Schering en in inslag nog steeds. Ja en ik kan de vraag eens andersom stellen. Ik ben nu in België. Ik heb een gezin. Iedereen werkt. Ik spreek de taal. Mijn kinderen spreken de taal. Mijn kinderen werken. Er is geen enkel probleem met mijn kinderen en met mijn gezin. En dan wordt, worden wij afgeschilderd tijdens die wedstrijd als apen. Mhm. Mm dan is er iets dat mij mij van... ik kan iets niet. Want het klopt iets niet. een aap heeft geen verstand. Nog eens, er buiten, mm -hmm. nog eens bovenop. Dus we worden dus, we worden dus geplaatst bij die groep dieren ja. door supporters. U hebt het zelf ook meegemaakt, anders ja. had u dat boek niet geschreven. Wat deed het met u? Uh, ik ben heel rationeel als persoon. Dus de moment zelf. Doet, doet mij dan niks. Maar daarna ja, is dat een koude douche die je krijgt. Als je erover gaat nadenken, waarom, wat heb ik misgedaan, uh, waarom roept men zoiets tegen mij. Er uh, dat is, dat is, is toch geen reden voor? Mm -hmm. Maar tijdens de wedstrijd ondergaat u het? Uh, in de zin van ja, want ik kan sommige zaken scheiden, vooral ook naar het scheiden. Dus in de zin van, ik, ik kan dus scheiden van het spel. En de supporters. Ik moet op die moment. is de ploeg belangrijker dan het gebeuren wat ernaast is. Dat wat ernaast meestal hoor ik dat niet. Natuurlijk, als ze een banaan gooien voor je voeten. Euh, dan natuurlijk. ik pak die op, ik leg die opzij. want zij gaan mij niet zorgen dat ik mijn concentratie verlies. want mijn doel is die wedstrijd te winnen. Mm -hmm. voilà. Maar achteraf. Is dat wel een koude douche die je krijgt dat je zegt van dan moet je dat wel verwerken? En dat is ook het, hetgeen frappant is bij het gebeuren bij Vincent. Want ik heb nu vernomen dat dus, iedereen heeft dus afzonderlijk in groepjes komen vertellen wat er gebeurd is. Het was zijn we. En, dan, ja, en ja. dan kreeg Vincent het hele verhaal. Ja, nadat hij uit de Na, kleedkamer voilà, want, kwam en alle verhalen... Want, anders, want, anders had, want ik, mijn eerste reactie was, Vincent, alsjeblieft, uh, als je dat hoort, ga naar die vierde uh, scheidsrechter, die staat naast u en zegt, uh, uh, hoort eens mee. En, mm -hmm. en die wedstrijd wordt gestopt. Dat was mijn eerste reactie. Maar achteraf hoor ik dus duidelijk dat dus Vincent had iets gehoord, iemand anders had iets gehoord. En de, het, het alles samen, ja, dat was te veel. Dat was uh, verklaarde zijn reactie. Ik wil ook het uh, bericht van uh, uh, Romelu Lukaku uh, laten uh, horen. Hij schreef op Instagram... Ik hoop dat jullie nu wel eens in actie schieten... dat een icoon als van compagnie wordt uitgescholden voor zijn huidskleur. Genoeg is genoeg. Fuck met jullie met jullie hashtags. Onderneem nu eens echte actie. This is some bullshit. Genoeg blabla. Bla. Tijd voor de actie. Hij zegt eigenlijk hetgeen waar heel veel, heel veel mensen denken... Mm -hmm. En het geluk, we mogen blij zijn dat we mensen hebben als Lukaku en compagnie. Dat is één gegeven. En zeker bij Vincent, uh, ik zit in de categorie van Obama. In de zin van dat zijn mensen die, die boven het gebeelde uitsteken qua intelligentie, qua persoonlijkheid. Mm -hmm. uh, dat zijn voorbeelden. Yeah. Uh, we mogen blij zijn dat we die voorbeelden hebben. Maar kijk dan bij Obama. Na hem is er weinig veranderd. Ja, dus, het is weer teruggedraaid. Ik vrees dus ook, beheeld gegeven, ik hoop niet dat na Vincent ook, dat er ook weer weinig verandert. Want deze discussie die we nu aan het voeren zijn, voer ik al twintig jaar. Het is dat? Er is een boog. Dus, een... uh, dus voor ik al twintig jaar, en al zoveel jaren wetten worden er wetten gestemd, worden zaken aangekondigd enzovoorts. Er is maar... een actieplan van de Voetbalbond, daar is een Diversity Board, een Inclusie manage, Manager, een Nationale Kamer voor Racisme. Is dat dan allemaal de verkeerde aanpak? Wat zou u nee, daar nee, zien want, gebeuren? Op. er is een, een groot... Uh, duister toestand voor heel veel mensen. Je hebt de pro-league je hebt de voetbalbond. Pro league zijn de de pro-league zijn voor de profs, profclubs. Ja. De eerste, tweede afdeling. voetbalbond is voor de amateurs en de jeugdwerking. En dit plan is van de voetbalbond? En het plan is van de voetbalbond. En, zegt u dat... en gisteren ja. was een gebeuren van de pro-league. En, die, en, en in... die hebben ook wetten, die hebben ook regels... Maar tot Het... nu toe is er heel weinig toegepast van die wetten en die regels. Dus u vindt dat de pro-league te weinig doet om dit aan te pakken? Ik denk dat ik een, een, een deur openstamp. In de zin van... Uh, ja, hun commentaar, ook vandaag, was vrij wollig. Teleurstellend. In de, ja, in de zin van... ja Daarmee ja, trap je op niemand zijn tenen. Maar het probleem is ook zo: degene die de wetten maakt, is ook degene die de wetten die, die, die straft of beloont. Mm -hmm, dat, is ja. zeer, dat is een zeer moeilijke situatie. Stel dat ze u zouden mee opnemen in de Pro League. Wat zou u daar als eerste willen invoeren? Ten eerste, mocht men dat doen, was een, is dat, zou dat zijn dat ik de tweede persoon was met kleur in heel die, bij heel die groep. Dat is al een deel van het probleem. Dat is een deel van het probleem, want er is er nog een vrouw bij, één. Over voor de rest praten we over witte mannen. En dan, ik ga iets heel misschien wel gevaarlijk zeggen, maar een deel van die personen zijn ook personen die eventueel zouden kunnen betrokken zijn bij heel het of iets properhandige gedoe. Dat zijn dezelfde mensen, hè? Is er een link tussen racisme en... Nou, nee, maar ik ga die link niet leggen, maar ik ga gewoon zeggen... Van, die, dat zijn de mensen die, die beslissingen nemen over ons voetbal. Ja. Mm -hmm. Dus die top moet... Uh, dus ik denk dat eruit. daar toch eens moet... Ja, dat kan toch niet? Dat dat, dat het allemaal maar zomaar kan. Ja. En dat dezelfde mensen daar blijven zitten enzovoort. Maar hoe zou u dit racisme bij supporters... Aanpakken. Wat zou werken? Ziet u in andere landen dingen gebeuren die wel werken? Uh, je, hebt, je hebt één ding, in Engeland heeft een voorbeeld. Daar hebben ze een, iets, in mijn, iets in gang gestoken in de zin van, daar straffen ze echt verschrikkelijk zwaar. Bedankt. En daar gaan, ze, daar gaan ze echt op zoek van wie heeft er, wie riep er, ze gaan met camera's werken enzovoort. Daar is een hele werking rond. Als we, en, gaan, als we geldboetes. Gaan, en geldboetes zijn schandalig hoog. Ja. Maar ja, iemand die daar is mis mispeuterd, zal, zal levenslang weten dat hij dat gedaan heeft. Mm -hmm. Hier in België hebben we het probleem dat ik moet oppassen wat ik zeg. Uh, de politie is een deel van binnenlandse zaken en de politie heeft bevoegdheden. Over bepaalde zaken in het voetbal. Kijk, vorige week was er de wedstrijd. Uh, standaard Beerschot. kon niet doorgaan omdat, er geen, omdat de politie staakte. Mm -hmm. hm? Dus de politie heeft een bepaalde bevoegdheid tijdens die wedstrijden. Die worden ook mee aangestuurd door de voetbalcel. En die zou hm? streng kunnen en zijn. En de voetbalcel, bijvoorbeeld. Ik ken daar een aantal mensen. die stellen maar zaken op en die, en, en die verzamelen maar data, maar er wordt heel weinig mee gedaan. Het zou strenger kunnen zijn. Als, maken, als, als de je vorige de... baas bijvoorbeeld, hè, van de Binnenlandse Zaken, een van de vorigen, als zijn partij zei van racisme is, ja, is geen hoofdzaak. Geen prioriteit. Geen prioriteit. Dan moet je niet verwachten dat die in dienst dat zal Gaat optreden. Gaat optreden of mag optreden zelf. Eh, dat, Versta je? Dat is, is gewoonweg ons, ons Belgisch systeem in de zin van: de pro-league heeft boven zich eigenlijk geen minister van sport. Ja, stel nu bij een volgende wedstrijd, als het te horen zou zijn, wat zou een compagnie moeten doen, de wedstrijd laten stilleggen. Ik ga één ding, ik ga mij behoeden voor het volgende. Ik ga niet zeggen tegen Vincent wat je moet doen, want Vincent is slim genoeg mm -hmm. om, om zelf te bepalen wat je moet doen op dat moment. Dus uh, ik, ik ga mij niet wagen uh, in zulke uitspraken, want die persoon is intelligent genoeg en die weet perfect wat hij moet doen, wanneer en op welke manier. Maar zou het een signaal zijn? Uh, Wedstrijd, stilleggen. Ja, de, van... Lukaku heeft zulke zaken al gedaan in zijn, in zijn tijd in Inter. Uh, en dan is de pers daar weer. Maar het probleem dat zich stelt is, de pers is er. En dan. Want als, als alles wat er moet gebeuren niet volgt... Ja. Blijven. Uh, kan je mij misschien binnen tien jaar terugvragen voor te komen? Uh, uh, dan ga ik hetzelfde herhalen, dan... dan tien jaar geleden, toen, toen ik ook zat. Ja. Dat is een beetje Ik uh, wil heel graag dat je <laughs> nog eens terugkomt, maar ik hoop dat het niet nodig zal zijn om hierover te praten. Dank je wel. Ik hoop het ook. Ja, dank je wel, Paul Beloy. We gaan kijken naar wat in de rest van de wereld gebeurd is. Dit is niet op de afspraak. Buenas noches, Chile! So, in de basisscholen is de kerstvakantie begonnen met een extra afkoelingsweek, zoals dat heet. Maar niet alle ouders die zelf naar het werk moeten, vonden opvang voor hun kroost. is worth all the pain. Hello. Hi. Two tickets, please. We're The latest Marvel installment shatters pandemic box office records as millions rush out to see the film. Spider-Man: No Way Home becoming the third best opening in cinematic history. Most people say they rushed to theaters before the spoilers started popping up online. I have been so lucky and so privileged to share so many Sunday mornings with you. I have been wondering how to close this final show, but I can't do better than quoting my great mentor. You stay classy, San Diego. You stay classy, San Diego. Ja, en dan de tijdloze. Het is al vele jaren een klassieker op oud jaar. De 100 beste platen aller tijden te horen op Studio Brussel. Maar vanaf dit jaar dus ook te zien op Canvas. De legendarische eindjaarslijst van Studio Brussel komt naar Canvas. Um. Dit vind ik zo moeilijk. Yesterday van de Beatles. Alles van Michael Jackson. Curtis Mayfield. Up, 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 up. Ik haal Nederlandse al, muziek. Sterren komen, sterren komen. Alleen Elvis blijft bestaan. Prins. De meest sexy motherfucker eigenlijk. Ja. Prins. De tijdloze. Vanaf volgende dinsdag op Canvas. Ja, Michel Kevelier, en dat ga jij presenteren. Dinsdag, woensdag, donderdag op canvas ja. uh, wat uh, mogen we verwachten? Uh, dit, ik ben al ongelooflijk geprikkeld door ja, het goede te trail. hebben gezien. Ja. Uh, we gaan het hebben over muziek, over tijdloze muziek. Er is niks fijner dan dat. Er is ook niks uh, polariserender dan dat bij momenten. Um, maar heel concreet is het eigenlijk, ja, het is. De tijdloze op Studio Brussel, maar dan op televisie. Mm -hmm. de, de tijdloze 100, daar blijven we van weg. Dat is de radiolijst, dat is 31 december. Dat blijft een instituut. Dat um, blijft een traditie met Roos van Akker. En dat ja. is de KLW, absoluut. Ja. Um, Je krijgt hulp ook, hè? Effectief. Ja, ja, dus uh, ik ga het met een, een hele rist fijne uh, mensen hebben over tijdloze muziek in de meest brede zin van het woord. Ik krijg hulp van een Daspop-kenner. Zijnde, Bent van Looy, die is in de uh, archieven gedoken. Die heeft het stof van een aantal VRT-dozen geblazen. Uh, want de tijdloze bestaat al sinds 1987. Hmm. Het zijn heel veel jaargangen om te doorspitten. Er... 35, jaar? Ja, 35 jaar? bijna 35. Wow. Ja. Ja. Dus eerst gaan kijken naar uh, een aantal interessante bevindingen daaruit. Hoeveel nummers hebben er ooit al op één gestaan? Uh, waarom heeft ABBA er nog maar één keer in gestaan? Hmm. In 1992 bijvoorbeeld. Um... Omdat je luistert naar ook omdat er in 1992 een Abba Gold-compilatie uitkwam. Zie. Dus er, het valt te traceren welk nummer wanneer tijdloos kan worden. En daar heeft Ben zich over gebogen. Uh, er is ook Lennart Korvits. Uh, dat is een tweede van de compact disc dummies. Uh, elektronica uit, uit Desselgem. Uh, en een maffe muzikale professor. Dus hij gaat effectief muzikaal aan de slag met de input die hij krijgt uit die tijdloze lijst. En dan is er nog Lara Chedraoui. Uh, zij is naar het pop- en rockland bij Uitstek getrokken, die UK. Ja. Heel hard vertegenwoordigd in de lijst, merk je enorm. En zij is daar tijdloze verhalen gaan sprokkelen. Dus dat zijn drie uh, muzikanten eigenlijk waarmee ik uh, mag vertoeven. Ja, en kan de canvaskijker okay. ook. Ja. Maar en, er zijn natuurlijk de eeuwige dilemma's, zoals dit. Nick Cave of Leonard Cohen? Ah, both dark motherfuckers. Uh. Uh, uh, Leonard Cohen, Leonard Cohen, Leonard Cohen, Chelsea Hotel, Remember gets me every time. Chelsea, okay. Nick Cave. Ja, dat is niet evident, hè? Nick Cave, sorry, niet moeilijk. Dat is niet moeilijk. <laughs> Nick Cave, nu, ja. Grote fan van Nick Cave, hele wijze man. Qua lyrics dan zou ik toch Leonard Cohen kiezen, maar ik hoor Nick Cave wel liever bij. Rondman, geweest, Nick Cave, schrijverschap, Leonard Cohen. Leonard Cave. <laughs> ja, en jij? Uh, ik ga. Ik, uh, Leonard Cave. Vind ik een, een, een hele mooie, mooie creatieve oplossing. Ah, uh, oh, zie ja. Ik, ja. Rondje rond de tafel met Moeilijk, me hè? je ja. eens proberen. Nick Cave. Nick Cave? Leonard. Leonard Cohen. Cohen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Smaak verschillen, ieder zomaar. Exact. Dat is de ja. tijdloze, de gustibus, ja. het caloribus, enorm. Zou je de tijdloze ook in de zomer kunnen uitzenden? O. Of is het zo echt iets uh, dat bij einde eind jaar hoort, ah. ook bij de gevoelens van einde jaar? Exact. Um, ik denk dat er daar twee stukjes in zitten. Enerzijds... Um, het, dat is het eindejaar. Dat is nog rap uh, ja? kroketten moeten gaan kopen in de supermarkt en balen omdat je net een stuk uh, of een, ja, het hele nummer serie to Heaven' gaat missen uh, van Led Zeppelin. Maar tegelijkertijd denk ik dat het waanzinnig int interessant zou kunnen zijn mocht het zich in de zomer afspelen, omdat ik denk ja? dat je dan volledig anders stemt, dat je een volledig andere top 10 zelfs zou kunnen krijgen. Ja? Misschien is een nieuwe nummer één. Aha. Stel je voor. Um, maar het is zoiets van het jaar in schoonheid. Zeker. Zeker. Maar wat mij opvalt aan de lijst is hoe, en dat zeg ik met alle respect, want de tijdloze is ook verankerd in mijn leven, maar het is een beetje mistroostig. Hè? Er zijn heel veel nummers in mineur geschreven. Het is heel veel oude witte rock. Um, en daar is aan zich niks op tegen, maar daarom een zomervariant. Het zou wel eens iets anders kunnen doen met het gemoed van de mensen wanneer ze stemmen. En dan krijg je misschien. Uh, Iet vrolijker zou mm -hmm. opin. We hebben ook jouw nummer 1 klaarstaan. Mm -hmm. Zullen we eerst even luisteren. I read the news today. Oh boy, about a Lucky Man. Beatles, ja, ja. Ik ben een gigantische Beatles-fan. Um, misschien wel de grootste die ooit aan deze ronde tafel heeft mogen plaatsnemen. Ja? Ja, ik moet, ik moet het durven zeggen. Um, en waarom, daarom, waarom zeg je, ik moet het durven zeggen? Om... Omdat er heel veel, heel uh, intelligente Beatles-fans rondlopen in België. Ik ben bezig met een podcast over de Beatles, dus daarom uh, heb ik er een aantal gesproken. Gaande van Joost Zwegers tot Jan Leijers enzovoort. enzovoort. Um, maar ik ben er zelf ook in. Dat was mijn eerste... Um, dat was van alles. Dat was een redding, dat was een strohalm. Ik was veertien en ik leerde de Beatles kennen. En de tijdloze muziek, als je daarop gaat stemmen, dan is dat emotionele aspect ook heel belangrijk. Dus daarom was het voor mij heel erg snel duidelijk dat ik op de Beatles moest stemmen. Maar daarna kwam mijn ratio erbij en ben ik strategisch gaan stemmen. Want de Beatles doen het eigenlijk goed en niet goed in de lijst. Die staan er maar meer dan twintig uh, nummers Bom, in. Waarom? Van... Ah, nee. Op, op 2021, ja. want we zijn al even yeah. aan het aftellen op Studio Brussel. Maar in die honderd stonden ze vorig jaar maar op 76 met A Day in the Life. En dat was het hoogst genoteerde nummer. Dus ik hoop dat Beatles-fans met mij hebben geredeneerd. We bundelen de krachten. <laughs> we stemmen op A Day in the Life. Het is niet mijn favoriet, zoals van de Beatles. Maar het is... Uh... Het is een strategie. Ja. En je weet al of ze hoger staan. Ik <coughs> weet niks. Ah, je weet niks? Nee, nee, oh. nee ik, vind, ik wil dat ik zo houden. Nee. Ja. Ja. Een kleine vraag: hoe stem je? Ah, dat is al gebeurd. Dus helaas. Dat heet ja. een tijdloze stemweek. Die valt altijd begin december, eind november ongeveer. Um, maar maar als jaar. u kon stemmen, wat zou u dan nog <laughs> inzetten? Kartier uh, Mayfield. Sowieso hebben klaarstaan, denk ik. Waarom? Dat is nog met de impressen. Dat is nog zijn vroege groep. Hè. Dat, dat, dat nog, uh, Ik vind dat ik vind dat een van de betere uh, songschrijvers. En hangt dat samen ook met een herinnering, met een moment in uw leven? Want zoals, uh, ja, gewoon, gewoon een tekst. tekst. Als, je dat, als je moet kiezen. Tussen kleuren. Wat, wat kies Choice je dan? Choice of colors. Wat ja. kies je dan? Ga je naar de kleur van A of de kleur van D? Ik weet voor wat ik kies. We hebben nog iemand aan tafel, hè? Ja, Pierre van Damme. Oké. Okay. Nummer één. Olaf. Dat gaat nooit veranderen. Nee. Dat gaat nooit veranderen? Nee. nee echt een klassieke ja, dit dat ja. Ja. Ja? ik ja, als ik dat volledig uithoor, dan heb ik tranen in mijn ogen. Ja, dit is machtig. Ja, dat is ik de impact. Vind. Ja, dat is het voor mij en en ja. ik voel dat. Uh, Zorg dat is heel straf. Mijn echtgenote, mijn dochter probeert dit op piano en gitaar te spelen. Oh, niet evident, helemaal niet evident om na te zingen. Dan denk ik van dit is toch wel ja top maar daar haal je een sterkte van de tijdloze aan het is generatieverbindend ja. je kan daarover babbelen uh, over tijdloze muziek aan de keukentafel tussen de soep en de patat of wat er ook uh, wat de pot ja. ook schaft um, ook veel dus... over discussiëren hè ja heerlijk ja maar wat mij opvalt is dat onze kinderen gewoon in onze platen van ja, ja, ja. De zoeken dat wij uh... zeggen van ja maar dit is van de jaren 70 80 en die vinden dat er zijn geen hokjes potbelogen. meer Mag maar een vraag stellen ja. ja ja is het mogelijk dat een aantal mensen zich niet aangetrokken voelt tot die tijdloze. Zeker weten. Want mm. eh, ik ja. denk dat we een, een heleboel mensen hun keuzes niet kennen. Nee. En die keuzes helemaal niet tot bij jullie geraken. Maar we hebben heel veel netten, hè? Dus er zijn op uh, ja, uh, andere netten ook... Uh... Nu, sowieso... Uh, het is de populairste hitlijst op VRT. Dus van alle hitlijsten over alle radiozenders heen is het wel degene met de meeste aantrekkingskracht. En we hebben er iets op... ...gevonden, waardoor toch heel veel mensen hun keuze misschien kunnen terughoren. Want er is effectief... Je hebt de tijdloze 131ste. Maar we zijn al... We gaan twee weken op voorhand. Daar zitten we nu binnenin. De tijdloze countdown. countdown. Ja. En dan gaan we van nummer 2021 tot 100. Die kan je nu en al van alles in. Ja, ja, die presenteer ik ook. Uh, ja. Heb ik net gedaan. Niet op Subru, maar op het digitaal. Uh... Ja, via de app en op DAB+. Ja, heel mogelijk. Michel, dank je wel. Veel succes met, uh, volgende week met uh, de tijdloze op Canvas. Dank je wel, Pierre van Damme en uh, Paul Beloy. En Canvas heeft nog een andere tijdloze voor u klaar: Remo Goethals, de legendarische voetbalcoach. Hij zal dit jaar 100 geworden zijn. Vanavond deel 1 van de docu Magie in Marseille. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.